Vandaag in alles wat groeit in de moed gaan we eens kijken waar de ouderen op bepaalde plaatsen in Nederland, maar ook in Wezen, worden opgevangen om elkaar te vinden, om samen activiteiten te doen. Die worden begeleid door vrijwilligers en ook die gaan we opzoeken in buurtkamer De Kastanje. En we komen heel stiekem binnen. Goedemorgen. In buurtkamer De Kastanje. Zo is dat. En dat is het, hè? Stiekem. Het is luidruchtig. Maar we hebben echt luidruchtig. Ja. En goedemorgen. Goedemorgen. Wij wisten ongeveer dat jullie vandaag met spelletjes bezig zouden zijn. Ja, maar helaas, de derde persoon is niet komen opdagen. En dat is de derde persoon? Mevrouw Betsy. En dan wordt het zo, als ik hier bekijk, Remy Cup gespeeld? Of Scrabble. Of Scrabble, dat wisselt. Ligt eraan wat we willen. En er zijn ook andere spelletjes. Juist. Ja. Hoe oud bent u, mag ik dat vragen? Ik ben nu 77. Kijk eens even. Ja. En u wordt nog veel ouder, hè? U wordt nog veel ouder, heb ik van de regering gehoord. Elke minuut eentje. U telt elke minuut apart? Nee, elke uur tel ik. Elke uur nog wel? Ja. Heeft u het een beetje naar de zin hier in de Kastanje huiskamer? Dat is een open vraag. Ja, dat is een open vraag. Ja. Anders kwam ik hier toch niet? Dat denk ik. Ja. Ik ben al te laat voor de koffie, hè, begrijp ik inmiddels. Koffie is altijd aanwezig. Oh, die staat niet klaar? Die staat helemaal klaar. Wil je een bakje koffie? Nou. En wil je collega een bak koffie? Nee, die moet filmen. Die moet filmen? Ja, die kan geen koffie drinken. Zeetje, dat is ook wat. Ja. Dan heb je het mooi verdeeld weer. Ja. Dat vind ik een schande. Eigenlijk wel, hè. Ja. Zal ik een bordje voor je maken? Ja, geen maar een bordje. Ja? Ja. Hoeveel was het ook alweer op een... 14 stuk. Moet je even je hand in je bak graaien. En dan mag ik niet kijken wat ik pak natuurlijk, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Eigenlijk een beetje blind pakken, zeg maar. Ik pak blind. Ja. En dan 14... Maar straks leggen we ze allemaal ondersteboven, dat je het niet kunt zien. Nou ja, niemand mag van elkaar zien, toch? Nee. Ga even je zijn stoel opschuiven. Is geen bezwaar. Is dat geen bezwaar? Leuk om een interview te houden, okay. Maar nu word je zelf betrokken met het spel. Ja, maar dat vind ik niet, hè? Kan ik vast wennen aan later? Ja, daarom. Nou, er is in ieder geval elke vrijdagochtend een spelletjesochtend, zeg maar. Ja. En we hebben door de week van allerlei activiteiten. We hebben een kalender, een maandminuutje, zeg maar. Ja. Alle activiteiten die plaatsvinden in de buurtkamer. Ja. We zijn toch wel succesvol gebleken. Ja, jullie hebben al een soort oorkonde gehad, toch? Nou, we zijn Weespers aan het jaar geweest in 2017. Juist. Ja. Is toch wel een leuke beloning. Die staat daar nog op de grens. Ja, ik zag hem staan, Ik zag hem staan. Ja, dus dat is wel een cadeautje dat je zo als vrijwilliger zo in het zonnetje wordt gezet, zeg maar. Ja. Maar je moet uiteindelijk op 30 uitkomen. Ja. Aha, op tafel. Ja, de eerste keer. Maar ik heb nu dus wel een hoop achten, maar die zijn allemaal verschillend van kleur, dus dat mag wel. Ja, 3 achten, 3 maal 8 is 24. Ja, dat is nog steeds, ja. En 3 maal 1 is... 3 keer 1 is 2, ja. Of was het 1? 3 dus, keer 1 is 3, toch? 3 keer 1 en 3 8, dan heb je 27 punten bij elkaar. Juist, ga even een bakje tappen. Oh ja, we zouden aan de koffie gaan. Ja, aan de koffie gaan. Vergeten we helemaal in door het gesprek. Ja. Hoe meer ik ervan ga snappen, hoe lastiger het wordt om het uiteindelijk te realiseren. Ja. Je bent dus nu aan de beurt. Ik ben nu dus aan de beurt. Dus dan moet je er eentje kopen als je het niet kunt. Maar er komen normaal meer mensen hier, toch? Normaal zitten we vrijdag met z'n nog met z'n drieën. Met z'n drieën? Ja. Oké. Okay. Ja. Want ik heb hier, was hier laatst... Waarom die mevrouw er niet is, weet ik niet. Want woensdag was ze hier wel, heeft niks gezegd. Nee, nou goed. Maar woensdag hadden we een soepdag. Heb ik gelezen, ja. En toen zat het helemaal vol. Ook zodra de soep is, dan wordt het vol. Ja, dan is het volle bak. Maar volgende week woensdag is hier een maaltijd om 6 uur. Ja. Maar dan hebben zich pas 3 mensen opgegeven. Ja, dus kun je op intekenen, zeg maar, op de maaltijd. Aha. Oh, er staan er 4. Dus kun je voor een bedrag van 3 euro kun je dan een maaltijd nuttigen. Als we een soepdag hebben, dan kunnen we de ingrediënten voor de soepdag kopen. Ja. En dan wordt het gewoon door Albert Heijn betaald. Kijk. En zo kunnen we natuurlijk ook leuke dingen organiseren. Ja? Door de Albert Heijn sponsor is. Juist. Dus het eten en drinken, ja, het goed verzorgd. Nou, maar als iedereen dat straks weet, dan wordt het hier veel te druk. Als het een gratis eten is. Ja. Vanaf welke leeftijd mag je hier binnenlopen eigenlijk? Van jong tot oud. Van jong tot oud? Jong tot oud. Maar ik denk dat het grotendeels ouderen zijn die hier zitten. Vooral wel, ja. Ja. De jeugd is nog niet echt binnengekomen. Die moeten nog, als het goed is, geld verdienen overdag. Hè? Ja.
Die zijn druk met... Die zijn bezig aan het pensioen. Die zijn bezig met het pensioen waar jullie straks... of waar jullie al recht op hebben nu. Ja. Oh, ik hoor iemand lachen. Geen pensioen nu? Ja, ik heb een goed pensioen nu. Kijk, nou, maar dan moet de huidige jeugd, zo is het systeem, voor werken. Dat geld wat je zelf gespaard hebt, dat telt eigenlijk niet, hè, geloof ik. Zo wordt het gezegd, hè? Zo wordt het uitgelegd. Hè? Je hebt je hele leven ervoor gewerkt, maar uiteindelijk moet de jeugd moet het opbrengen. Ja, ik heb natuurlijk ook pensioengeld betaald. Ja, nou, ik ook. Alleen ja. Toen de AOW werd ingesteld, ja, toen hadden natuurlijk mensen, de een had gespaard en de ander niet. Juist. Dat was een enorme overgang. Klopt. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over het pensioen gehad. Het gat tussen de AOW en de pensioen. Ja. Omdat we allemaal langer... Ik heb een goede tijd gehad. Ja? Nou, nog, zou het dus zien, nog een goede tijd. Ja. Er komt iemand gluren. Die ken ik, dat is Rinus. Dat is Rinus, toch? Dat was een schilder vroeger. Ja, dat is Rinus. Ja. Uit Driemond, daar ken ik hem. Ja, hij zegt ook altijd het Merwedekanaal nog steeds. Dat heette vroeger het Merwedekanaal. Het is nu het Amsterdam-Rijnkanaal. Ja. Ja, maar hij noemt het nog steeds het Merwedekanaal. Nou, maar hij komt uit de tijd van het Merwedekanaal, uit Driemond vandaan, dat weet ik. Ja, ja. Klopt. Hij was een hele bekende Driemonder. Ja, en hij woont hier vlak naast. Alleen zijn huisje wordt binnenkort afgebroken. Hè? Oh, omdat? Er zal een nieuwbouw komen, ik weet het niet. Ja, de woningbouw weer plannen natuurlijk, hè, om dingen weer nieuwe woningen neer te gaan zetten. Ja, ik hoop wel dat het dan sociale huurwoningen worden. Nou, ze hebben zoveel verplichtingen, hebben ze natuurlijk met de gemeente hebben ze een afspraak gemaakt. Hè, ja. Zoveel huizen te maken. Dag Rinus. Morgen. Goedemorgen. Ja, je wordt welkom. Ja, ik ken jou nog. Als je binnenkomt, word je meteen geïnterviewd. Je kunt meteen al je gal spuien. Ja, alles wat je dwars zit, mag je nu zeggen, Rinus. Wil je een kopje koffie? Ik dacht dat jullie het al wisten. Hoef ik het niet te zeggen. Je hebt geen verstand, zeker in je kop. Ga verder. Dan bank ik zelf uit. U heeft toch ook in Driemond gewoond? Ja, dat... Oh, ja. Ja, ik ken u dus het. 12 jaar geleden. Nou, langer denk ik al. Nee, 12 jaar woon ik hier in de Kastanjelaan. Ja, ja, ja. Dat dan wordt die rotzooi weer gesloopt. Dat heb ik begrepen, ja, voor nieuwe dan woningen. Dan moet ik weer een andere woning hebben. Oh, je moet uit uw woning? Ja, dan komen er van die dure bungalows'en staan. Oh. Leuk, hè? Nee, niet. En waar moet u dan heen? Dat zoekt jij meer dan maar uit. Er wonen er maar 2 mensen. In het hele blok. Ja. Dus u bent uw huis kwijt, zeg maar even, binnen afzienbare tijd. Ja, het wordt gesloopt. Dat is niet zo leuk. Nee. Nou, maar dan hangt er nog een prijskaartje aan. Ja. Ik krijg een andere woning, maar wat gebeurt er? Dan gaat de huur weer omhoog. Ja. Ja, maar je krijgt huursubsidie. Als je huur 100 euro omhoog gaat, krijg je misschien 30, 40 euro huur. Ja. Dus je moet hetzelfde werkje beurs weer bijspijkeren. Ja. En daar neem ik geen genoegen mee. Daar moet de gemeente er maar voor zorgen. Ja, want u wil blijven zitten. Nee, maar je moet eruit. Dan moet de gemeente maar onderdak zorgen. Moet die er maar betalen. Ja. Want de ander krijgt wasmachine, fietsen. Ze krijgen alles van de gemeente. Ze krijgen nog geld ook nog. Ja. Ja, lach er maar om. Je mag erom lachen. Maar zo is het wel. En na de koffie. Koffie? Ja, daar kom ik voor. Ga ik even een bak koffie maken. De koffie is gratis, hè? Koffie is gratis, hè? Maakt me niks uit. En erop trakteert, hè? Ja. En heeft u uw hele leven geschilderd? Ja. Ja? Ja. En schilderen. Boerderijen schilderen met een schuifladder omhoog. 5-6 meter om die nokken te schilderen. Ja, dat mocht toen allemaal zo, hè? Nu moet er stijgen gebouwd worden. Ja, maar toen was het wel met die schuifladder. Ja? Aan werk, hoor. Nooit naar beneden gesodemieterd. Nou ja, dat zou ik niet meer geweest. Dus. Maar ik ben wel een keer op mijn bek gevallen. Ja. Bij de sluis daar. Daar had het een beetje gevroren en dan ben ik met de fiets gleed uit. Ja. En toen zegt die brugwachter, nou zal ik een beetje zand strooien. Maar ik lag onderhand in de ziekenwagen. Zo. Heb ik godverdomme een hele tijd tegenover de artsen in het revalidatiecentrum, tegenover de artsen. Okay. Sint-Jacob heet het gezeten. Okay. En dan zei ik je in die invalide kar en die wielen trekken met je poot in het gips. Yeah.
Ja, je bent nu nog aardig ter been, zag ik. Ja, dat is alweer zoveel jaar geleden. Ja. Wat oud bent u nu? Dat mag je zeggen. Mag ik dat vragen? Ja, maar je mag het ook schatten. Nou, ik denk dat u toch wel tegen de 80 zit. Ja, dat is wel ouder. Ja, maar hoeveel ouder dan? Nou, wat zullen we doen? 83? Je mag nog één keer rijden en dit. 84 dan? Ah, nee, joh, ik ben 91. Joh! Ja. En die stapt gewoon zijn fiets af en komt scheldend het buurthuis binnen. Fantastisch. Ik kom er altijd. Ja. Vanmiddag komt zij ook weer, heet ze. Gusta. Gusta, ja. Ja, die missen we vandaag even. Ja, die komt vanmiddag. Ja. Dus, ja. Maar niet erg dat je nu in Wees woont? Geen heimwee naar Driemond? Nee. Nee? Wat heb je nou in Driemond? Ik ben er geboren bijna. Nee, ik ben niet geboren. Je hebt enkel één kruidenierswinkeltje. Nog net, hè? Blijberg. Dat gaat weg, hè, volgens mij. En als je gaat sluiten, is het gebeurd. Ja. Want vroeger had je ook nog een SUV-kar in Driemond rijden. Lagrouw was dat. Lagrouw. En weet je wie die Lagrouw meneer hielp? In het weekend? Jij misschien? Ik, ja. Dat zou kunnen. Ik mocht met meneer Lagrouw meerijden. Dat waren mijn eerste centjes die ik verdiende. Dus je hebt in Driemond en in Friesland en nu in Weesp gewoond? Ja, nou woon ik in Weesp. Ja. En bevalt het een beetje, behalve dan dat je je huis uit moet? Nou, ik woon niet goed. Ja, snap ik. Ja, ik heb er helemaal geen last van. Nou, ik bedoel dat je je huis uit moet, heb je wel last van, toch? Ja, ik vind het niet prettig. Nee. Ik woon nu nu 12 jaar. Ja. En dan moet je eruit. Maar ik laat mij er gewoon... Ik ga gewoon naar de gemeente toe, want ik heb net 1100 euro in de maand. Mm-hmm. Hè? En daar moet je 480 euro huur al van betalen. Yeah. En wat hou je dan over? En dan is het zo, dan krijg ik een andere woning, dan gaat de huur omhoog. Yeah. Wat moet je dat geld dan vandaan halen? Yeah. Dat is een goede vraag voor de gemeente straks. Ja, nou, dat zoekt de gemeente me. Yeah. Dan moet de gemeente mij maar onderhouden, want de ander krijgt een wasmachine, ze krijgen koelkasten, ze krijgen geld, ze krijgen alles van de gemeente. Hmm. Moet jij komen? Jij kan doodvallen, hè? Nou, dat moet je niet doen, hè? Nee, maar ik bedoel me zo. Yeah. De zaalwoerderij, daar hou ik niet van. Nee. Ik ga recht door zee. De een heeft alles en de ander heeft niets. Ja, wij hebben niks. Bijna niets. Wij hebben niks. Ja. Yeah. Ik vond het toch nog gezellig, hè? Ja. Ja, we zullen de boel netjes voor je opruimen. Nee, dat doe ik zelf. Oh. Nee, dat doe ik zelf. Okay. Nee, maar ik wil alleen nog even weten met wie ik gesproken heb. Met Wim Romein. En wat heeft u zo al gedaan voor de korst? Ik heb voor onderwijzer gestudeerd. Gestudeerd, maar niet beoefend? En anderhalf jaar. En daarna ben ik gymnastiek gaan geven. Kijk. Op basis van de aantekening die ik als onderwijzer had. En de klassen waren zeker kleiner als nu, hè? In Amsterdam wel, ja. Ja. Hoeveel hadden we er dan in de klas zitten, ongeveer? In uw tijd? Dan had ik er maximaal 24. Ook dat is toch nog een flinke klas. Maar ze gaan niet soms naar de 50 toe, hè? Ja, daarom. Je moet er niet aan denken, 50 van die kinderen. Ja, maar daar je had daar een soort wegensysteem. Dus kinderen met de allochtone achterkomst, die tellen soms voor 2 of 1,5. Of tellen voor 2, hoe bedoel je? Voor het leerlingenaantal in de klas. Ja? Ja. Die tellen dan voor 2? Ja, als een kind helemaal geen enkele taal heeft, ja. Helemaal nog Nederlands moet nog leren, dan... Er was natuurlijk extra zorg nodig. Oké. Okay. Dus voor het aantal leerlingen in de klas stelde zo'n kind dan voor 2 in plaats van 1. Hmm. Dus daardoor werden de klassen kleiner, zeg maar. Ja. Dat is een voordeel voor de andere kinderen dan. Of niet? Ook. Ja. Maar ja, goed, voor jou ook. Ja, maar dat ene kind had natuurlijk meer aandacht nodig. Wij willen proberen eigenlijk mensen ook de buurtkamer te gebruiken. Dat ze inloop hebben om een kopje koffie te drinken. Ja. Een stukje uit isolement te zijn. Mm-hmm. Een praatje maken met je buren. Mm-hmm. Het is toch een wijk waar wat oudere mensen wonen, dus... Ja, dat snap ik. Ook de gemeente heeft flink gesupport om dit voor elkaar te krijgen. En we hebben een aantal sponsors die ons goed helpen. Juist. Maar ik kan alleen iedereen uitnodigen van kom gewoon kijken. Kom zelf even beleven hoe het is. Want vaak is het iets wat je hoort, maar iets zien is toch een ander verhaal. Klopt.
Ja, dus, en we zijn hier heel wat vaker open dan die nieuwe buurtkamer in de sporthal. Ja. Nou, die gaat volgende week pas open, toch? Ja, maar die zijn maar 3 ochtenden in de week en wij zijn hier veel vaker open. Vandaag in alles wat groeit en boeit, de senioren van Weesp. Zoals in Nederland worden de senioren steeds ouder. Ze moeten langer door, ze moeten langer doorwerken. En mogen ook niet zo gauw meer een verzorgingshuis in. De bejaardentehuizen hebben namelijk te veel geld gekost. Dat gaan we thuis doen. En overdag gaan we ons vermaken met, ja, weten we niet. Daar hebben ze bij de Roskamp wat op gevonden. Ze helpen die oudjes de dag door met activiteiten. En die gaan we volgen. En we gaan kijken hoe we ze de dag door kunnen krijgen. Oh, ik moet nog bellen ook. Ze gaan me toch niet vertellen dat ze op vrijdag dicht zijn. Rien, een sterkte met je verhuizing, man. Ja, misschien heb je nog tijd over om te helpen. Dat gaat de gemeente doen voor jou, Wedde? Ja, dat weet ik niet. Gaat de gemeente jouw hele huis verzorgen. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Wie zorgt voor de nieuwe gordijnen en de vloerbedekking? Wie zorgt daar allemaal voor? We zullen je in de gaten houden, is nou, dat goed? Ja, als het gebeurd is. Ik wens jou een mooie dag ook. Ja, ook. Ja, als de zon schijnt wel. Die komt straks, heb ik net gelukkig. Er kwam net al een zonnetje binnen trouwens. Ja, hoor. Zag je niet? Dat was ik zeker. Het zonnetje kwam schreeuwend binnen. Hoer. Ik wens u nog een hele mooie dag. Ja. En we gaan naar de volgende buurthuis. Iedereen een beetje te laten kennismaken met de vrije tijdsbesteding voor de oudere Weespers. En de Riemonders. Tot de volgende keer. Ja.